Dames en heren, van harte welkom bij de Middagshow. Je dagelijkse trefpunt op de Onderwijsdagen 2023. Ja, en ik sta hier met Edwin van Meerkerk. Welkom. Dankjewel. Jij bent de tafelgast van vandaag. De tafel staat klaar, wij staan klaar. Jij bent UHD bij Algemene Cultuurwetenschappen. En je bent bezig met een groot project als het gaat om onderwijsvernieuwing. Daar horen we zo meteen meer over. Even de vraag aan jou. Wat is voor jou mooi onderwijs? Mooi onderwijs is voor mij dat je bezig bent met studenten. En dat het leerproces van de studenten, die ontwikkeling, dat die daar ter plekke plaatsvindt. Dat je daar als docent getuige van bent, maar dat je daar natuurlijk ook aan bij kunt dragen. Heb je een voorbeeld van waar dat voor jou gebeurt? Dat bijdragen aan dat leerproces en dat ter plekke plaatsvinden? Ik heb vooral voorbeelden van plekken waar het zou kunnen gebeuren. Voor mijn gevoel gebeurt dat nu nog veel te weinig. We hebben nu veel te meer situaties waarin ik studenten dingen uitleg, een opdracht uitleg en ze daarmee het bos instuur, de studielandschappen instuur. En als je wel eens als docent in een studielandschap komt, dan voel je meteen dat je daar niet welkom bent. Dat niet de plek is waar jij als docent hoort te zijn. Terwijl dat wel de plek is waar dat leerproces plaatsvindt. En waar ik eigenlijk een beetje van droom is dat we naar de toekomst gaan van het onderwijs. Dat dat de plek is waar de docenten en studenten samen zijn. En waarbij je dus gezamenlijk in dat leerproces bezig bent. Ja, dus minder naar huis sturen en dat individuele leren achter een tafel of achter een scherm. Maar meer samen daaraan werken. Ja. Het Comenius-project waar we het zo meteen over gaan hebben, dat gaat daar ook over. Hè? En daarmee wil je ook echt de praktijk in en de buitenwereld in. Ja, dan gaat het er ook om dat heel veel van onze opleidingen, sterker nog al onze opleidingen, zijn ontzettend relevant. Maatschappelijk relevant, wetenschappelijk relevant. Maar bij lang niet al die opleidingen is die relevantie, zeker voor studenten, goed zichtbaar. Het is wel duidelijk dat je hier een goede onderzoeker mee wordt. Maar de meeste van onze studenten krijgen straks prachtige banen in die samenleving. En die aansluiting, die kan helderder en die kan scherper. En daar doen we onszelf en onze studenten, denk ik, alleen maar een dienst mee. Oké. Nou, laten we even gaan kijken naar een video die met jou is opgenomen. Ja. Waarin je wat vertelt over dat project. En dan gaan wij vast aan tafel zitten. Ja. Ik ben Edwin van Meerkerk. Ik werk bij de faculteit Letteren als universitair hoofddocent. En ik ben bezig met het project You Have a Part to Play voor duurzaamheid in het bacheloronderwijs. Ja, wij zijn bezig met een groot project op de hele universiteit met alle 38 bacheloropleidingen. Om met die bacheloropleidingen samen te gaan werken aan duurzaamheid in het programma. Het is niet per se het doel om daar heel veel interdisciplinaire samenwerking mee af te dwingen of te stimuleren, maar wel ook om elkaar te inspireren. Omdat je ziet dat hoe verschillend die opleidingen ook zijn, ze lopen eigenlijk allemaal tegen hetzelfde soort vraagstukken aan. En dat zijn meer vraagstukken van hoe leer je studenten omgaan met complexiteit, om in denken in termen van toekomstscenario's. En veel minder rondom vraagstukken om de kennis van duurzaamheid. Dat is uiteindelijk veel minder belangrijk dan het vermogen om te gaan met dit soort kwesties. En ik denk dat we daarin heel veel voor elkaar kunnen betekenen. En elkaar kunnen verrassen en inspireren en tips geven. Dat klinkt als een heel ambitieus project. Het is een Comenius-project. Dat zijn een soort beurzen voor onderwijsvernieuwing. Dus niet de eerste keer dat jij een Comenius-project... Nee, dit is mijn tweede. Ja, dus je begint ervaren te worden daarin. Zegt misschien ook iets over het belang dat jij hecht aan sleutel aan dat onderwijs en dat onderwijs vernieuwen. Ik hoorde 38 opleidingen. Ik hoorde duurzaamheid. Misschien dat maar eerst even. Want het gaat om duurzaamheid, maar wat beoog je? Waar gaat het precies? Ja, nou, duurzaamheid is natuurlijk een beetje een buzzword. Je hoort hem overal. En mensen hebben het voortdurend over de SDGs, de Sustainable Development Goals, die door de Verenigde Naties zijn afgesproken. Dat lijstje met 17 vrolijk gekleurde icoontjes, dat veel mensen zich wel in beeld kunnen halen. Maar als je het hebt over duurzaamheid in het onderwijs, dan gaat het om andere zaken dan de groene duurzaamheid die iedereen wel kent. Gaat het er vooral ook om, en daarom zijn het er niet voor niets 17,
de complexiteit van de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Ja, want dan gaat het ook over armoede en inclusiviteit. En dan gaat goed het... onderwijs, goed werk, gendergelijkheid. Ja, dus duurzaamheid is heel, heel breed in dat geval. Hè? Ja. Sustainability. Ja. Ja. En je kunt van studenten natuurlijk niet verwachten dat ze op al die terreinen thuis zijn na afloop van hun opleiding. Tegelijkertijd zullen al die studenten, of ze nou Frans studeren of biologie of psychologie of tandheelkunde, uiteindelijk in die samenleving als academicus een rol te spelen hebben. En als je wil dat ze die rol serieus kunnen nemen en kunnen pakken, om het even hip te zeggen, dan moeten ze in staat zijn om te gaan met de onderlinge verbanden tussen deze uitdagingen, hun specifieke bijdrage eraan, zonder daarbij het ene probleem waar zij waarschijnlijk voor zijn opgeleid, als enig probleem te zien. Ja. Omdat je dan, en dat zie je ook uit onderzoek, vaak meer problemen veroorzaakt dan je oplost. Ja, dus eigenlijk van de monodiscipline, of je nou van letteren of van sociologie of juist van wat meer technische studies afkomstig bent, naar die uitdagingen, die sustainable uitdagingen in samenhang bekijken. Ja. Maar even, algemene cultuurwetenschappen, ik probeer maar even wat, hè. Ja. Of informatica, hoe link je die, want het zijn 38 opleidingen, heel verschillend. Dus het gaat niet om de inhoud, maar hoe link je die allemaal aan duurzaamheid? Nou, als je een stapje terug doet, en dat moet vaak als je gaat nadenken over onderwijsinnovatie, dan moet je niet te dicht op de inhoud blijven zitten. Die inhoud, die is in orde. Die komt voort uit onderzoeksresultaten van alle collega's hier. Maar als je denkt over de manier waarop je dat in onderwijs vorm moet geven, dan moet je denken in termen van cursusdoelen, eindtermen van opleidingen. Die zijn van een veel abstracter niveau. En datzelfde geldt ook voor die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en die onderlinge verbanden daartussen. Dan gaat het om competenties die je bij de studenten aan de orde wil stellen. Die gaan meer over de manier waarop ze leren, de manier waarop ze omgaan met informatie, de manier waarop ze zelf nieuwe inzichten produceren, presenteren, delen en ontwikkelen. En dat zijn competenties die staan min of meer los van de inhoud van je opleiding. En dat geeft het ook een dynamiek waardoor je met verschillende opleidingen, want enerzijds is het interdisciplinair zoals je zei, maar onze bacheloropleidingen, dat is een beleid in Nijmegen, daar onderscheiden we ons ook, zijn vooral disciplinair georganiseerd. En die dat ook een kracht is. Dat je als student een ontzettend goede socioloog bent, dat je tegelijkertijd in staat bent om met die sociologische blik de breedte en de complexiteit van dat maatschappelijke veld te overzien en de relevantie van jouw opleiding veel beter te kunnen uitleggen. Kan je met een voorbeeld schetsen, of het nu letter is of informatica bijvoorbeeld, hè, of die socioloog, hoe die dan in samenhang naar dit soort problemen kijken, naar deze uitdagingen? Je kunt bijvoorbeeld denken aan, en dan blijf ik even dicht bij mijn eigen faculteit. We hebben de moderne vreemde talen en Nederlands en de klassieke talen ook nog eens een keer in de faculteit. En die talen die hebben een maatschappelijk imago dat niet al te florissant is, zullen we maar zeggen. Als je kijkt naar hoeveel scholieren kiezen voor die talenopleidingen. Maar tegelijkertijd gaan die talenopleidingen over hele taalgebieden met alle maatschappelijke en culturele context die daarbij horen. En die maatschappelijke vraagstukken, daar zijn we nu ook mee bezig met een groot project binnen alle letterenfaculteiten van Nederland. Om zichtbaar te maken hoe de kennis van de taal en cultuur van, laten we zeggen, onze belangrijkste economische partner Duitsland, van belang is. Niet om alleen maar om nieuwe leraren Duits op te leiden, maar om mensen op te leiden die in staat zijn om de culturele en maatschappelijke context van Duitsland en alles wat daar speelt, omdat productief te maken voor onze samenleving. En dan gaat het om mensen in de Duitse haven, die 100% afhankelijk zijn zo ongeveer van het Ruhrgebied. Die zaken dus moeten doen met Duitse partners, waar niet alleen taalkennis, maar ook cultuurkennis, maar ook de organisatiekennis voor nodig is. Maar ook om de maatschappelijke context van de taalgebieden waar wij ons mee bezighouden bij Maar hoe linkt dat aan die Sustainable Development Goals? Het gaat om internationale samenwerking. Dat is er niet toevallig ook eentje van de Sustainable Development Goals. Het gaat ook om de samenhang tussen de verschillende cultuurgebieden. Als je het hebt over bijvoorbeeld de Spaanstalige wereld, Spanje, Zuid- en Midden-Amerika.
Waar in de economische ontwikkeling, de culturele ontwikkeling, maar ook de zaken rondom drugsproblematiek ontzettend veel speelt, wat ons direct raakt en wat raakt aan internationale handel, aan gezondheid, aan kwesties die daar spelen rondom gelijkheid van onderwijs, om de verwevenheid van internationale arbeidsmarkten. En zo kun je dus, daarom begin ik ook bewust bij onze faculteit, omdat daar vaak niet zo heel helder is hoe al die politieke, economische, maatschappelijke kwesties nou te maken hebben met Franse grammatica. Die hebben daar rechtstreeks mee te maken. En datzelfde verhaal kun je net zo goed vertellen vanuit de sociale wetenschappen, de medische wetenschappen of de beta. Juist, en zo probeer je eigenlijk al die perspectieven die die verschillende opleidingen vanuit hun basisinhoud, of die studies vanuit hun basisinhoud hebben, probeer je te koppelen aan die grotere doelen. Ja. Even inzoomen, wat doe je dan precies? Wat gaan die studenten doen in hun bachelor? Dat hangt heel erg van de opleiding af. We blijven heel dicht bij de opleidingen zoals die nu staan. Omdat we er ook wel in geloven dat als je nu zou zeggen duurzaamheid is het belangrijke maatschappelijke thema. We gaan daar een speciale cursus voor ontwikkelen. Dat veel studenten zullen zeggen, sorry maar ik heb gekozen om computing science te gaan doen. Wat moet ik nou met een duurzaamheidscursus? Tegelijkertijd hoor ik van mijn collega's daar dat studenten speciaal voor Nijmegen hebben gekozen vanwege onze missie om duurzaamheid in het onderwijs neer te zetten. Dus we gaan kijken met docenten en studenten samen. Dat is ook een belangrijk punt van dit project, dat we geen onderwijs innoveren over studenten, maar met studenten. Om te kijken, wat is nou de logica van die opleiding en op welke manier haakt die opleiding eigenlijk nu al aan, maar vaak nog heel impliciet, aan die competenties die je nodig hebt als student straks in die samenleving om te gaan met dit soort uitdagingen. Ja. En dat lijkt me, hè, want eigenlijk ben je dan aansluitend bij die studies, bij die opleiding, ben je een soort buitenboordmotor haast die helpt om naar de bredere samenhang te kijken. Hoe reageren studenten daarop? Heel veel studenten reageren daar heel enthousiast over. Geven ook aan bij hun eigen opleiding, en waarom gebeurt hier nu niet al meer mee? Geven ook aan dat ze het er moeilijk mee hebben. Het is ook een kwestie, en dat is ook een persoonlijke competentie zou je kunnen zeggen, dat het lastig is om te gaan met die problematiek die ze wel degelijk zich realiseren. Maar zich tegelijkertijd willen verdiepen in die mooie studie die ze hebben gekozen. Mm. En omgaan met die problematiek, al die uitdagingen die in. Ja, je wil zelf duurzaam leven, maar je wil ook wel eens op vliegvakantie. Veel mensen voelen zich daar schuldig over. Mm. En dat zijn ook kwesties die in de collegezaal aan de orde kunnen komen. Die heel erg raken ook aan waarom ben je deze studie nu eigenlijk aan het doen. En dat een plek geven, en dat heeft ook te maken met een trend die je nu ook al universiteitsbreed ziet, om aandacht te besteden aan de persoonlijke professionele ontwikkeling van onze studenten. En bij veel opleidingen haken we daar ook bij aan. Als wij komen met onze vraag, willen jullie meedenken over duurzaamheid in jullie opleiding, zeggen ze, nou, we zijn toch al bezig met die persoonlijke ontwikkeling. Mm. En dit is een van de belangrijkste vragen die de studenten zich stellen. Dus kunnen we die twee dingen met elkaar integreren? Okay. Dan werk je. Ja. Nee, dus daar zit een. In wat je doet zit een component persoonlijke ontwikkeling. Hoe ga je als persoon om met die grote maatschappelijke uitdagingen? En daarnaast een inhoudelijke, interdisciplinaire ontwikkeling. Zou je tot slot nog iets kunnen zeggen over wat dat dan precies is? Wat leren die studenten, zeg maar, inhoudelijk gezien? Wat voor soort competenties waar je het over had, worden dan vooral aangeleerd? Het gaat dan vooral om. Ironisch genoeg het soort competenties waar we ons als universiteit vaak mee laten voorstaan op open dagen. Dus de kritische academicus die in staat is om complexe problemen vanuit verschillende perspectieven te behandelen. Die perspectieven kan innemen en op een onderzoekende manier kan omgaan met dat soort complexiteit. Maar wat je ziet in onderzoek naar academisch onderwijs is dat het maar in heel beperkte mate gebeurt. En dat onze studenten voor een groot deel dit soort competenties wel degelijk aanleren, maar dat dat vaak ofwel bij toeval gebeurt, ofwel gebeurt bij de studievereniging, de studentenvereniging, de sportvereniging of bij een bijbaan. Maar als wij dat zo belangrijk vinden, dan moeten we dat meer zichtbaar maken in onze opleiding. En dat is ook waar we hopen op uit te komen. Dat we kunnen laten zien aan het eind van dit project, en dat we dan iets in gang hebben gezet in al onze bacheloropleidingen, dat die student vanuit die disciplinaire inhoud in staat is om nieuwe oplossingen te ontwerpen, te creëren. Je zit dus op vrij abstracte onderwijsleerdoelen. Om daarmee de bijdrage en de relevantie van het eigen vakgebied zichtbaarder te maken en ook bij te dragen aan de oplossingen van deze problematiek in wat voor baan ze ook gaan
hebben straks. Ja, en heel concreet zijn dat dus minder het reproduceren van kennis, minder de toetsen op inhoud en veel meer op creatie, complexiteit doorzien, samenhang zien en dat soort punten. Praten we straks nog weer over verder. We gaan even kijken naar een filmpje dat gaat over een onderwerp dat volgens mij jou ook wel zal aanspreken. Het gaat om inclusiviteit in het onderwijs. Inclusief onderwijs, inclusief werkgeverschap gaat eigenlijk over het verbinden van verschillende perspectieven. De HAN is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En het gaat ook steeds over het zoeken naar verbinding tussen die twee campussen. Ja, we trainen al lange groepen studenten op thema's als diversiteit en inclusief werken. En we zijn recent ook begonnen om die training aan docenten te geven, aan docententeams. En het gaat dan heel specifiek over de training beschermjassen. Waarin je eigenlijk ruimte maakt voor verschil, oog hebt voor elkaars diversiteit. En het mooie is wat wij terug horen van de docenten die wij trainen, is dat je door eigenlijk naar elkaars verhalen te luisteren en ruimte te geven aan verschil, dat je elkaar beter begrijpt, dat het er meer verbinding ontstaat, dat er ook ruimte ontstaat voor kwetsbaarheid. En dat versterkt heel erg de samenwerking, maar ook het oog hebben voor wat er aan verhalen speelt in ieders leven. En dus ook oog te hebben voor diversiteit. Ik heb onderzoek gedaan onder handmedewerkers en hen geïnterviewd over hun ideeën over wat inclusieve competenties zouden kunnen zijn die ze nodig hebben om goed te werken, om goed samen te werken met studenten en met hun collega's. Zoals inclusieve communicatie, de status quo bevragen, maar ook inclusief leiderschap van onze managers en leidinggevenden. Bij bestuur ligt de verantwoordelijkheid volgens deze medewerkers om meer beleidsmatig te gaan bepalen wat precies binnen de HAN de inclusieve competenties moeten zijn waar mensen aan moeten voldoen. Maar natuurlijk ook investeren en ruimte maken voor medewerkers om dat te kunnen gaan doen. Op het tussenniveau, het mesoniveau, zitten we bij de teams. En daar is het nodig dat de leidinggevenden meer training krijgen op dit vlak. Dat geven ze zelf ook aan, dat ze soms ongemakkelijk voelen over hoe de diversiteit binnen het team eigenlijk te waarderen en er gebruik van te maken. Soms wordt er nog weggekeken of wordt er uit de weg gegaan, ook door de medewerkers. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de HAN als werkgever. Maar er is een directe link met de HAN als opleider. Want als de HAN vandaag investeert in ondersteuning, in beleid, op diversiteit en inclusieve competenties, dan zien we dat de studenten van morgen een goed voorbeeld hebben gekregen en goed voorbereid zijn om inclusief te werken in hun eigen werkvelden. Ja, Janneke, vanuit het filmpje hier live op de bank. Jij werkt bij de HAN en je doet allerlei verschillende dingen, heb ik net ontdekt. Maar een van de dingen is dus dat je bezig bent met inclusiviteit in het onderwijs. Inclusief en divers onderwijs. In het filmpje wordt op een gegeven moment gezegd, we deden dit al voor studenten. Maar op een gegeven moment vroegen docententeams zelf ook om bijscholen in inclusiviteit en inclusief onderwijs. Wat was de vraag? Waar liepen zij tegenaan? Ja, de groep docenten, zeg maar, de teams die daar expliciet om gevraagd hebben, die merkten heel erg dat diversiteit steeds zichtbaarder wordt. Vooral ook meer uitgesproken zichtbaar wordt in de klassen. Dus dan moet je ook denken aan allerlei maatschappelijke thema's die besproken worden in de klas. Maar waar ook heel veel verschillende perspectieven op bestaan. Dus dat je ook te maken krijgt met botsende ideeën in een klas. Wat soms ook best complex kan zijn, ingewikkeld kan zijn, onveilig kan worden als dat. Wat voor soort onderwerpen denk jij dan? Hè? Er kunnen hele grote thema's zijn als racisme, gendervraagstukken. En dat daar dan in een klas gesprekken over ontstaan. Maar dat in zo'n gesprek dan ook de verschillende perspectieven die erop zijn, die soms ook heel erg kunnen met elkaar botsen. En wat doe je dan als docent? Ja, hoe doe je dat op een constructieve
constructieve manier dat de boel... Ja, en eigenlijk denk dat de vraag ook tweeledig is. Aan de ene kant, hoe kun je het ook ten dienste stellen van je onderwijs zelf? Dus hoe kun je daar ook gebruik van maken? Maar hoe kun je ook een veilige sfeer creëren in de klas? Dat iedereen gehoord wordt, iedereen gezien wordt. En dat dat ook op een veilige manier kan gebeuren. Dat mensen niet uitgesloten worden. Dus dat is dat. Die vraag. Ja. Ja. En wat doe je precies met die docententeams? Want het is iets dat langzamerhand aan het ontstaan is op de hand. Wat doe je met die docententeams? Nee, wat wij toen hebben gezegd, we hebben hele goede ervaring met de training beschermjassen die we al aan studenten geven. En ik denk wat de kern is van die training is dat je eigenlijk begint bij jezelf. Dus dat je eerst gaat onderzoeken van wat is eigenlijk mijn eigen perspectief. Wat raakt mij? Bij beschermjassen heten dat je heilige huisjes. Mm-hmm. Dus wat zit zo diep van binnen waar eigenlijk, dat voel je gewoon als mensen daar aan gaan zitten tornen. En ik denk zeker in je positie als docent is het belangrijk om dat af en toe ook te kunnen parkeren. Dus dat je ruimte krijgt voor de ander. Dus je moet eerst je eigen verhaal leren kennen. Voordat je het verhaal van de ander kan ontdekken. Dus dat is waar we dan mee aan de slag gaan. Maar vooral ook het uitwisselen van verhalen. Dus die training, er worden heel veel perspectieven gedeeld. Veel verhalen gedeeld. Dus dat je in die zin ook leert wat speelt er eigenlijk. En hoe kun je ook, wat voor soort vragen kun je stellen. Om dat perspectief van de ander te zien, te horen, te waarderen. Ja, en dat is dus ook een vorm van... met collega's uitwisselen, maar aan de kant ook oefenen en uitproberen. Ja, zeker. Ja, en ook in die zin ook ervaren wat dat dus doet. Dat je op het moment dat je daar ruimte voor maakt eigenlijk en elkaar ook ruimte geeft. Want dat is wel wat we dan terug horen van de docententeams die we getraind hebben. Dat ze opeens, dat klinkt misschien gek, maar de mensen achter de collega gaan zien, snappen wat er speelt in ieders leven. En dat daarmee ook gesprekken over dingen die in de klas gebeuren eigenlijk makkelijker zijn omdat je elkaars perspectief kent. Oké. Heb je nog een, want dit klinkt als een hele mooie ontwikkeling die langzaam wordt ingezet. Heb je nog een mooie ambitie dat je zegt, ik zou willen dat we hier terecht kwamen, hiermee? Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je eigenlijk op alle niveaus is er iets nodig. Je hebt iets nodig in beleid. Je hebt iets nodig op teamniveau. Als je het hebt over inclusief onderwijs. Gaat natuurlijk ook heel vaak over wat leer je eigenlijk de studenten aan. Dus ook over je curricula, hoe ziet dat eruit? Is dat inclusief genoeg? Maar ik denk, mijn droom is heel erg dat we op al die niveaus veel meer oog, waardering en respect krijgen voor eigenlijk al die verschillende verhalen die er zijn. En dat die er ook een plek mogen hebben. En dat we niet meer zo bang zijn dat dingen kunnen schuren. Dat er ook bij hoort. En dat je dat ook in die zin uitnodigt. En kijken hoe je dan toch weer dichter bij elkaar kan komen. Oké. Dit was niet zo'n schurend verhaal, maar toch dank je wel ervoor. Fijn dat je dat wilde delen met ons. Wij gaan samen ook kijken naar een verhaal over de maatschappelijke diensttijd op de ROC. MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. Dat is een programma voor jongeren tussen de 12 tot 30 jaar. Waarin jongeren eigenlijk altijd bezig zijn met een stukje talentontwikkeling. Iets voor een ander doen en ontmoeting. Ja, onderwijs verplaatst zich steeds meer in de maatschappij. En MDT heeft daar een waardevolle bijdrage in. Zodat jongeren buiten het schoolgebouw leren. En in de maatschappij leerervaringen opdoen. Ook wel een stukje echt al identiteitsontwikkeling, een stukje talentontwikkeling. Wie ben ik? Diversity Skills is een project voor jongeren, met jongeren, waarin ze hun talenten leren ontwikkelen, waarin ze hun vaardigheden leren om bijvoorbeeld op stage te gaan of zichzelf te leren presenteren, maar ook omgaan met andere doelgroepen die ze misschien in eerste instantie niet kennen. Bij Diversity Skills monitoren we de studenten eerst bij een beginsituatie van wat kan de student, waar is die goed in, wat is zijn talent, en gaandeweg nemen we dat mee in die 20 weken waarin ze dat kunnen verder ontwikkelen, maar ook nieuwe talenten ontdekken bij zichzelf, nieuwe dingen aandurven, uit de comfortzone komen. En dat doen we 20 weken lang. En je ziet heel erg goed een ontwikkeling naar voren, van het begin tot het eind. Met bijvoorbeeld een show aan het eind, dat ze in het begin denken, nee, ik ga niet zingen, ik wil niet op de foto. En dat ze dat dan toch doen na 20 weken en uit de schulp komen.
Het mooie van werken met diversity skills is dat we leeftijden samenbrengen. De ouderen met de jongeren leren van onze bewoners, de bewoners leren van jullie jongeren. We brengen culturen samen, we leren van elkaar, we hebben plezier met elkaar. En dan valt leeftijd ook weg, want het gaat om samen zijn en mooie herinneringen maken met elkaar. En dat doen we met diversity skills. De activiteiten bij Tino MDT zijn heel divers. Jongeren maken kennis met de Tino-methode. Dat is een methode uit het bedrijfsleven die je beter leert om keuzes te maken. En we combineren de theorie met sport, zodat het ook leuk is. En ze gaan ook in gesprek met onbekenden, mensen buiten hun bubbel. De jongeren die bereiken betere life skills. Ze gaan in gesprek met onbekenden, dus ze ontmoeten ook nieuwe mensen, maken nieuwe contacten met mensen buiten hun bubbel. En de verhalen die ze gehoord hebben, die presenteren ze ook bij een expositie of bijvoorbeeld met een fotostrip. Dus dat is ook wat ze weer teruggeven aan de samenleving. Steeds meer onderwijsinstellingen zijn er ook mee bezig om dat echt een plek te geven in het curriculum. En het MDT sluit daar heel erg bij aan, juist omdat het zo focust op dat stukje talent en op dat stukje iets voor een ander doen en je rol in de maatschappij. Ja, aangeschoven hier in de studio bij Edwin en mij aan tafel is Lisa Westerveld. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Kamerlid voor GroenLinks. Oud gemeenteraadslid, ook in Nijmegen. En oud studenten van de, van de Radboud Universiteit. Hoe is het om hier weer terug te zijn? Ja, altijd leuk. Je komt hier vaak, hè? Jawel, ik ben wel vaker hier. En wat ik wel het mooie vind, is dat je ziet dat de Radboud Universiteit verandert. En dat het toch nog wel een beetje hetzelfde is. De sfeer als je hier rondloopt. De passie die je ziet bij docenten, bij studenten. Ja. Dus dat vind ik mooi om te merken. Ja, je merkt ook heel tastbaar. Hè? Er wordt hier om ons heen gegraven. Dus het wordt ook echt verbouwd. We hebben het over kwaliteit van onderwijs, onderwijsinnovatie. Jij gaat zo meteen een keynote verzorgen ook voor ons. Waarin je een aantal punten aan de kaak wilt stellen. Wat je wel is toevertrouwd. Maar als je nou zelf moet denken aan... Of denkt aan mooi onderwijs. Vraag die ik ook aan Edwin stelde. Van wat schiet jou dan te binnen? Ja, ik heb hier best wel lange tijd rondgelopen, zeg ik in alle eerlijkheid. Hoe lang? Ik ben in 2001 begonnen. En ik ben in 2010 uiteindelijk afgestudeerd. Mm-hmm. Ik heb wel een aantal tussenjaren gehad. Dus ik ben bijvoorbeeld 2 jaar voorzitter geweest van de Landelijke Studentenvakbond. En toen ook helemaal niet gestudeerd. Maar als ik denk aan een mooie onderwijskansen, dan heeft dat eigenlijk wel te maken met die lange tijd dat ik hier rondliep. Want ik was aan het begin helemaal geen goede student. Ik kwam hier net als heel erg veel studenten heel erg zoekende. Je bent natuurlijk al zoekende op het moment dat je ik kom uit de Achterhoek. Dan ga je als eerste generatie student studeren. Moet je heel veel dingen zelf ontdekken. Moet je ontdekken wie je bent of je studie wel bij je past. Nou, dat bleek in mijn eerste jaar niet zo het geval te zijn. Wat deed je toen? Ik deed toen antropologie. Hm. En ik was daar gewoon, ik wist niet zo goed wat ik aan het einde van mijn eerste jaar moest. En toen kwam ik iemand tegen, Marcel, die bij de Nijmeegse studentenvakbond Accu actief was. En die duwde mij een flyer in mijn handen. En ik ben daar toen actief geworden. En in plaats van dat de universiteit eigenlijk zei van ja, je bent pas tweedejaars, dat moet je vooral niet doen en focus je maar alleen op studeren, heb ik gewoon al dit soort kansen gehad. Dus ik heb bij de studentenvakbond rondgelopen. Ik ben een aantal jaar heb ik in de middenzeggenschap gezeten. En ik kreeg gewoon al die kansen. En we denken natuurlijk heel vaak aan studenten die een... Ja, ik wil het net weer zeggen, een verkeerde studiekeuze maken. Dat woord zegt het al. Maar bij mij werd er gewoon meegedacht over hoe kun je nou ook die ervaring die je wel in je eerste jaar hebt opgedaan, de zaken die je wel bij antropologie hebt geleerd, hoe kun je dat nou verder in je studie bij filosofie ook gebruiken? En ik ervaarde gewoon alle medewerkers. En daar heb ik gewoon heel erg veel aan gehad. Ja. En ik kijk waar het je brengt, zeggen. Het verhaal van Edwin, hè, die ook zegt... het is ook een opdracht van de universiteit, hè, om maatschappelijk relevant te zijn en maatschappelijke impact te hebben. En zo'n student met die Sustainable Development Goals aan de slag te laten gaan. En eigenlijk op de hele universiteit. En ook Artes, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar het is ook een samenwerking met de HBO. Hoe kijk je daar naar? Ja, ik vind dat heel mooi. Want waar je natuurlijk als kennisinstelling, zoals de universiteit, mee moet uitkijken, is dat je studenten opleidt en ze heel veel dingen leert en vervolgens dat niet vertaalt naar de praktijk.
En het mooie vind ik wel van mijn werk in de Tweede Kamer, dat ik eigenlijk steeds meer besef wat ik ook heb geleerd aan mijn, van mijn studie hier. Maar het is natuurlijk ook heel goed om dat studenten al in de studie mee te geven. Wat ze ook met die kennis, die ervaringen kunnen doen. En ik, nou ja, ik moest ook wel even bij je laatste woorden over dat heel veel studenten natuurlijk ook juist heel veel ervaringen opdoen. En die kritische wereldburgers worden. Dat ze dat vaak ook wel leren bij een studievereniging of bij een studentenorganisatie. Ja, dat herken ik heel erg. Ja, want bijvoorbeeld je werk bij die studentenvakbond, dat heeft je daarin heel erg geschoold en gescherpt. Dat was gewoon een hele mooie aanvulling op wat ik bij mijn studie leerde. Bij mijn studies eigenlijk. Dan leer je hebben bij filosofie, wat ik daar het mooie van vond, en dat sluit ik al aan op het verhaal van Janneke, is dat je leert om buiten je eigen wereld te kijken. Dat heel veel verschillende manieren zijn waarop je naar de wereld kan kijken. Maar wat ik bij de studentenvakbond leerde en in de medezeggenschap leerde, is natuurlijk om dat ook in de praktijk te gebruiken. Om met het college van bestuur af en toe flinke discussies te hebben of actie te voeren. Nou ja, daar ga ik het straks ook heel even over hebben, maar dat leer je natuurlijk in de praktijk. Ja. En dat is minder makkelijk om dat alleen van je studie te leren. Ja, is misschien nu ook wel moeilijker geworden en dat is ook helemaal, want je hebt een Comenius project om dit voor elkaar te krijgen. Betekent dat eigenlijk ook in jouw optiek dat het in zeg maar even het reguliere onderwijs op een hogeschool of op een ROC of op een universiteit niet zo makkelijk is om uit dat keurslijf van kennis oplepelen, kijken binnen je discipline, vooral je studie binnen je tijd halen, is het moeilijk om daaruit te komen? Dat is ontzettend moeilijk. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de werkdruk in al het onderwijs, maar zeker dus ook aan universiteiten. Dus de tijd vinden om daarop te reflecteren op je eigen onderwijs, om na te denken, wat zou ik anders willen, hoe zou ik het anders willen, en dat te ontwikkelen, te testen, die is er nauwelijks. En wat bij de universiteit een hele uitdaging is dat de mensen die hier werken, dat zijn de mensen die op een succesvolle manier die opleiding hebben doorlopen. En wat een interessant gesprek zou moeten zijn, meer zou moeten zijn dan nu op dit moment wordt gevoerd, is hoe kunnen we nou die grote groep studenten die eigenlijk helemaal niet eens aan de universiteit zou willen werken, ook meenemen in die academische ontwikkeling. En niet alleen maar die studenten bij wie het van nature komt, bijvoorbeeld omdat ze uit een milieu komen waarbij dat van jongs af aan is meegegeven, dat je ook die andere studenten bedient, meehelpt, met ze meewerkt om dit soort kennis en vaardigheden te ontwikkelen tijdens hun studie. En dat niet aan toeval over te laten dat ze per ongeluk bij de juiste studentenvereniging kwamen waar ze dat leerden. Als wij dat belangrijk vinden, dan moet het op een of andere manier onderdeel worden van je onderwijs. Ja, als je dan zegt die academische waarden, want dan hebben we het even over de universiteit, die vinden we belangrijk. Ja. Dan moet dat wat jou betreft een hartstochtelijk pleidooi. Dan moet je het ook zichtbaar en tastbaar maken in je onderwijs. Ja. En het niet van toeval af laten hangen. Ja. Waar het pad van Lisa dan wel weer ook pleit voor, om dat zelf ook een beetje uit te vinden, toch? Ja, maar ik heb natuurlijk wel echt het geluk gehad dat ik alle kansen en alle mogelijkheden ook kreeg van de universiteit. Dat ik een opleidingsadviseur had die meedacht met mij. Dat docenten toestonden dat toen ik in de studentenraad zat, dat ik een aantal vakken het volgende jaar kon doen. Ja, is niet vanzelfsprekend, zou je zeggen. Nee, ook als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld het bekostigingsmodel en de nadruk die er is op toch wel nominaal afstuderen, dus niet langer over je studie doen. Ja. Nou, ik ben natuurlijk in al die opzichten gewoon heel slecht voor alle statistieken geweest. En dat is wel iets wat ik me nou ook als Kamerlid moet beseffen. En wat ik natuurlijk ook probeer om dat te veranderen in onze wet en regelgeving. Want juist, dat is natuurlijk het gekke. Wat we eigenlijk met elkaar willen, die studenten die gewoon ook zichzelf kunnen ontdekken. Of dat nou op de universiteit is of op een andere plek. We hebben helemaal niet onze wet en regelgeving en onze bekostiging zo ingericht dat dat ook kan. Oké, volgens mij maak je een prachtig bruggetje naar je eigen keynote. Heel, heel fijn is dat voor hier aan tafel. Want dat gaat ook over het systeem. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden wil je lastige aspecten daarvan aan de kaak stellen. Zoals het een goed politica betaamt, zou ik bijna zeggen. Wij maken even ruimte om jou naar je keynote plek te krijgen. Loop je mee? Ja. Nou,
in de aanslag, zou ik bijna zeggen. Je bent er bijna klaar voor. Nu zien misschien de kijkers ook hoeveel mensen hier verzameld zijn. Fijn dat jullie hier allemaal zijn en geruisloos op de achtergrond gebleven. Perfect studiowerk. Keynote van Lisa staat op het punt van beginnen. U kunt allemaal vragen stellen. Dat doen we na de hand ook de mensen die zitten te kijken. Dat kan via de Mentimeter, menti.com. Als het goed is, komt er een code onder in beeld. En zo niet, dan is het 2461-2099. Denkt u mee, hè, want het gaat ook om het gesprek aanjagen wat jou betreft. De komende 30 minuten ongeveer, de komende half uur is voor jou. Geef haar even een applaus. Lisa Westerveld. Ja, dank. En sowieso heel fijn om hier weer terug te mogen zijn op een plek die ik heel goed ken. Want ik heb hier als student heel erg lang rondgelopen en ook heel veel gehad aan de opleiding die ik heb gedaan. En mij was gevraagd om iets te vertellen over eigenlijk politiek wensdenken en over waarom dat in de praktijk vaak niet lukt. En dat is best wel even een zoektocht van hoe begin je dan? Want ik wil hier sowieso niet een heel politiek praatje houden, maar ik wil wel proberen om een beetje inzicht te geven in wat we nou ook in politiek Den Haag doen. Ik zou jullie zo ook vertellen waarom ik een hekel heb aan de term politiek Den Haag, maar ik gebruik hem nu toch even. En waarom dus in de praktijk lang niet altijd gebeurt wat we zouden willen. En dan begin ik even met kansen voor ieder kind of voor iedere jongere. Want iedereen, of je nou van links tot rechts in de Kamer kijkt, of je nou in de samenleving kijkt, iedereen vindt dat alle jongeren het meeste uit zichzelf moeten kunnen halen, de beste kansen verdienen. Iedereen vindt ook dat jongeren die hulp nodig hebben, dat ze dat moeten krijgen. En toch hebben we ons systeem niet zo ingericht dat ook iedere jongere het beste uit zichzelf kan halen. Dat ook iedereen kansen krijgt. Dat ook jongeren die hulp hebben altijd, of jongeren die mentale problemen hebben, ook altijd hulp daarbij kunnen krijgen. En dan is de centrale vraag die ik aan jullie ga stellen, maar ook aan mezelf in dit verhaal. Dus hoe kunnen we nou misschien via een andere politiek zorgen dat daar verandering in wordt aangebracht? En allereerst dacht ik, het is misschien wel interessant om een klein beetje meer over mezelf te vertellen. Omdat dat alles te maken heeft met ook het werk wat ik in de Kamer voor sta en wat ik belangrijk vind. Ik ben als student vanuit de Achterhoek naar Nijmegen gekomen. En in Nijmegen, en dat zei ik net ook al, was ik best wel lang zoekende. Want je zult maar in één keer op een universiteit rondlopen. Je zoekt naar een kamer. Je zoekt, je komt op een hele nieuwe plek terecht. Je weet niet zo goed of de studie die je hebt uitgezocht of die wel goed bij je past. En dat is denk ik voor heel erg veel studenten een enorme zoektocht. En zo ook voor mij. En ik heb door eigenlijk alle kansen die de universiteit mij ook gaf, ben ik nou uiteindelijk in de politiek terechtgekomen. Ik moest daar ook even over dit praatje nadenken toen ik van tevoren even zat te kijken op de site. En wat ik zo mooi vind aan deze dagen is dat hier ook de docent wordt neergezet als de eeuwige student. Dat je altijd verder leert. En dat merkte ik ook als student. Maar dat merk ik nu ook als politicus. Want ook wij leren iedere dag veel meer. En je leert ook natuurlijk door fouten te maken. En dat is ook iets wat ik af en toe in Politiek Den Haag probeer te vertellen. Laten we nou jongeren juist de kansen geven om ook fouten te maken. Om een keer goed te struikelen. Om een keer om te vallen en weer op te staan. Want daar word je alleen maar beter van. Nou, het jaar dat ik hier kwam studeren was 2001. En dat was een best wel lastig jaar. Ook omdat ik geen kamer had. Zullen ook heel veel studenten herkennen. En aan het einde van het jaar liep ik over de campus en toen dacht ik, moet ik nou doorgaan met mijn studie? Moet ik nou wat anders doen? En toen kwam ik iemand tegen die mij een flyer in de handen drukte van de Nijmeegse studentenvakbond Accu, waar ik al heel snel terecht kwam. En waar ik ook al vrij snel in het bestuur ging zitten. Dus mijn tweede jaar heb ik eigenlijk helemaal niet gestudeerd en ben ik alleen maar bestuurslid geworden. En wat die plek mij ook heeft geleerd bij studentenvakbond Accu en Thomas van der Kinderstraat 5, is dat studeren en het ook de maat waarin je succesvol bent als student, en dan bedoel ik even succesvol in de brede zin van het woord, dat heeft ook mee te maken met de vraag of je je wel of niet op je plek voelt. En ik kwam terecht bij een plek waar ik me gewoon thuis voelde. Waar mensen, actieve studenten zaten die net als ik op wilden komen voor anderen. Die na wilden denken over hoe moet onze ideale universiteit eruit zien.
En dit is dus ook een warm pleidooi voor inderdaad studentenverenigingen, studieverenigingen. Omdat die natuurlijk soms wel zorgen voor vertraging. Maar ook omdat ze zorgen dat studenten ontzettend veel waardevolle ervaringen opdoen. En dat zag ik overal terug bij welke studentenorganisatie aan de universiteit ik ook rondliep. In die tijd was politiek voor mij best wel een heel ver van mijn bedshow. En ik denk dat ik als ik aan een aantal van jullie vraag, wat denk je nou aan bij politiek? Dat dat heel vaak is aan die zaal met die blauwe stoeltjes. Of misschien aan de lijsttrekkers van politieke partijen. Of misschien wel aan de recente verkiezingsdebatten die we hebben gedaan. Maar het is natuurlijk eigenlijk nog veel meer. En eigenlijk is politiek natuurlijk alles wat er om ons heen gebeurt, heeft eigenlijk te maken met politiek. En ook beleidskeuzes die waar dan ook worden gemaakt, heeft te maken met politiek. En ik ben zelf geïnteresseerd geraakt in politiek. Nou, eigenlijk in dat jaar bij Accu, toen wij een nieuw aantal grote studentendemonstraties organiseerden. Want dat was het jaar dat er 300 miljoen bezuinigd zou worden in het hoger onderwijs. Nou, daar waren we als studenten niet voor, daar waren universiteiten niet voor. En mijn jaar bij de studentenvakbond was eigenlijk een jaar waarin ik heb geleerd hoe je effectief een demonstratie organiseert. Hoe je spandoeken maakt. Hoe je mensen mobiliseert om naar een demonstratie te gaan. Want dat was in de tijd dat we nog niet zoals nu eigenlijk de werving kunnen doen via sociale media. Maar dat we dat op een andere manier moesten gaan doen. Door bijvoorbeeld de aandacht te trekken van grote kranten. Dus dat leidde ertoe dat wij elke week een nieuwe actie bedachten. Ik heb bijvoorbeeld wel eens in boxershort op het Binnenhof gevoetbald. Dat is een kleine actie, maar je staat wel op de voorpagina van de Telegraaf. En je kunt studenten erop attenderen dat er de volgende maand een demonstratie is. Dus ook dat heb ik allemaal geleerd van de universiteit. Ik zei het net al heel even. Ik ben tussen 2007 en 2009 voorzitter geweest van de Landelijke Studentenvakbond. Dat waren ook 2 jaren waarin ik niet studeerde, maar wel heel erg veel deed met politiek. En dan kom je veel op het ministerie terecht, praat je veel met de minister. Nou, eigenlijk is zo langzamerhand mijn interesse in politiek gewekt. En in 2014 heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad in Nijmegen, waar ik ook in ben gekomen. En toch ging er iets kriebelen, want ik vond dat GroenLinks in die tijd veel te weinig deed met onderwijs. En ik werkte in die tijd bij de Algemene Onderwijsbond. En ik dacht, ik vind toch ook dat de partij waar ik sinds een paar jaar lid van ben, dat zij meer moeten gaan doen met onderwijs. Dus toen heb ik me kandidaat gesteld en ben ik in 2017 gekozen. En dan ben je ineens Kamerlid. Nou, hoe gaat dat dan? Je bent in 1 keer Kamerlid. Ja, voor jullie, misschien denken een aantal van jullie van dat weet je toch van tevoren. Maar dat weet je dus niet van tevoren. Want je weet eigenlijk pas op het moment dat alle stemmen zijn geteld, of je het wel of niet bent geworden. Waarbij voor mij speelde dat ik op plek 14 stond en dus dat mijn plek toen lang niet zeker was. Dus van de een op de andere dag word je dan wel Kamerlid. En dan ga je met elkaar nadenken over welke portefeuilles wil je eigenlijk hebben. En ik wilde heel graag woordvoerder onderwijs worden. Dat is logisch, daarvoor had ik me kandidaat gesteld. Maar je bent met z'n 14e, dus je moet al die verschillende portefeuilles gaan verdelen. En toen zei Jesse Klaver tegen mij, dan wil ik ook heel graag dat je ook woord voor de kinderopvang wordt. En woord voor de jeugdzorg. Want het gaat over hetzelfde kind, maar het is verdeeld over 3 verschillende ministeries. Met allemaal hun eigen wet en regelgeving. En vaak botst dat ook nog eens met elkaar. Terwijl wij het wel goed vinden om integraal naar het ene kind te kijken. Dus ik werd woordvoerder naar onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang en nog een aantal portefeuilles. En als je dan kijkt naar de praktijk, dan kwam ik er heel erg snel achter dat inderdaad die 3 verschillende ministeries met 3 verschillende wetten, ik zeg 3, maar eigenlijk zijn het nog veel meer, met allemaal verschillende uitvoeringsinstanties, dat in praktijk dus ook zorgt dat kind centraal, wat we allemaal zo belangrijk vinden, dat het eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo lukt. En toen ik aan het nadenken was over wat moet ik hier vertellen, toen kwam ik op deze afbeelding uit het onderwijsblad. Dat is het blad van de Algemene Onderwijsbond, waar ik zelf 7 jaar heb gewerkt. Dit is een afbeelding die gaat bijvoorbeeld over het leerlingvolgsysteem, maar het trof mij zo, en ik heb dit onderwijsblad dus altijd bewaard, omdat je daar die ene leerling in de midden ziet, met allemaal personen die over elkaars schouder heen kijken naar die ene leerling. En het sluit ook heel erg aan bij wat ik in mijn tijd bij de Algemene Onderwijsbond zag, dat we allemaal
de mond vol hebben van luisteren naar professionals die het beste weten wat ze in de praktijk moeten doen. Terwijl tegelijkertijd over de schouders van docenten, ja, daar kijkt de inspectie mee. Daar kijkt in het hoger onderwijs natuurlijk de visitatiecommissie mee. Daar kijkt misschien je eigen decaan. Daar kijkt de medezeggenschapsraad. Daar kijken allerlei instanties en uiteindelijk ook wij als Tweede Kamer kijken mee. Want oh wee, er zou maar iets misgaan. En we roepen weer dat alles anders moet. En we roepen weer dat het niet deugt. Dus ik vond deze afbeelding wel een mooie om mee af te trappen vandaag. Ik zei net, ik wilde iets vertellen over waarom we het niet meer moeten hebben over de Haagse politiek. En dat is dat al heel erg vaak als dingen niet goed gaan wordt verwezen naar Den Haag. Waar alles niet goed gaat, waar de verkeerde keuzes worden gemaakt. En ik snap dat sentiment en tegelijkertijd bestaat natuurlijk Den Haag niet. En durf ik hier wel de stelling aan dat politiek Den Haag nog eigenlijk breder uit elkaar ligt dan heel veel groepen in de samenleving. Een partij als GroenLinks staat heel ver weg van politieke ideeën van bijvoorbeeld de PVV, van Forum voor Democratie, maar ook van de VVD. En dat wil ik hier ook graag benadrukken, omdat we heel erg vaak als politiek Den Haag met elkaar worden aangesproken op beleid, waar ik zelf ook lang niet altijd voorstander van ben. En dan is het ook goed om te weten dat ook van Kamerleden vaak wordt verwacht dat wij van alles, op alles eigenlijk een antwoord hebben. Maar zo werkt dat ook niet, want ik gaf het net al even aan. Als je binnen een fractie de taken verdeelt, dan heb je verschillende mensen die op onderdelen woordvoerder worden. Nou, vorige periode was ik met name woordvoerder onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Maar als je bedenkt dat er nu 12 ministeries zijn en wij met 8 Kamerleden zijn, dan betekent dus woordvoerder onderwijs dat ik het woord voer over basisonderwijs, voortgezet onderwijs, over het hoger onderwijs, over onderwerpen als cultuur, media, die ook bij het ministerie van Onderwijs op het bordje liggen. Ik ben woordvoerder discriminatie, emancipatie. Ik heb ook een groot deel van het ministerie van VWS, van Volksgezondheid onder me. Dus ik ben woordvoerder gehandicaptenbeleid. Alle decentrale onderwijswetten voer ik het woord over. Ik ben woordvoerder jeugdzorg, woordvoerder GGZ, woordvoerder corona. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus jullie kunnen misschien wel bedenken dat je nooit op alles een antwoord weet. En dat je ook nooit van alle onderwerpen precies alles kan afweten. En om daar even een kleine, want ik zei van ik wil straks een paar voorbeelden gaan geven van hoe politiek wensdenken nou verschilt met de praktijk. Dit is daar één voorbeeld van, omdat je nooit als politicus van alle onderwerpen alles kan weten. Maar het probleem is ook nog wel iets breder. En ik wilde aan jullie vragen of jullie een beeld hebben hoeveel geld er omgaat in de begroting van het ministerie van Onderwijs. Heeft iemand enig idee? Ja, ik zal het even laten zien. Dit is een, ik weet niet waar ik naartoe moet. Volgende slide, ja. Het is ongeveer 53 miljard. En het ministerie van VWS gaat ongeveer 100 miljard gaat daarin in. Nou, als je bedenkt dat eigenlijk ik in mijn eentje verantwoordelijk ben voor ongeveer alles wat men met het ministerie van Onderwijs te maken heeft. En ook grotendeels met het ministerie van VWS. Dan kun je wel nagaan dat wij nooit als Kamerleden precies goed kunnen controleren waar al dat geld naartoe gaat. En dat brengt ons tot een groot dilemma. Want de grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen wij als Kamerleden nou effectief controleren of het geld dat in die begrotingen zit, of dat wel echt wordt uitgegeven aan alle doelen die het kabinet heeft. En dat is ook een enorm dilemma. Want manieren waarop je gaat controleren, die hebben natuurlijk te maken met de verantwoording die we vragen. Dus je kan natuurlijk aan alle schoolbesturen en alle uitvoeringsorganisaties, wil je natuurlijk weten van het geld dat jullie krijgen, waaraan besteed je dat. En tegelijkertijd horen wij natuurlijk ook vanuit het veld dat heel erg veel mensen vastlopen, omdat juist professionals hun werk willen doen, maar een steeds groter deel van de tijd bezig zijn met verantwoorden waar ze mee bezig zijn. En wat daar ook nog bij komt is goede bedoelingen. En ik noem even een heel concreet voorbeeld. In Nijmegen is heel recent de discussie ontstaan dat heel veel kinderen met een lege maag naar school gaan. Dus wat zou je moeten doen? Je zou eigenlijk moeten zorgen dat er bijvoorbeeld een gratis schoolontbijt komt. Nou, ik denk dat er weinig mensen hier daartegen zijn. Misschien spreek ik voor jullie, misschien zijn er wel mensen tegen. Maar op zich goede bedoeling, hè? Dat er voor alle kinderen gratis schoolontbijt komt.
Nou, dan krijgt de gemeenteraad bij de wethouder voor elkaar dat er een extra potje met geld komt. En in de Kamer hebben we die discussie ook, dat er eigenlijk een gratis schoolontbijt zou moeten zijn of een gratis schoollunch moeten zijn. Maar vervolgens is er natuurlijk dat potje met geld, moeten scholen wel laten zien of ze dat echt aan die schoolontbijten of aan die schoollunches uitbesteden. Moet er natuurlijk ook op school iemand zijn die dat regelt. En hoppa, heb je weer een extra verantwoording erbij. Ander voorbeeld, de basisvaardigheden voor taal en rekenen die gaan achteruit. Vinden we allemaal een heel groot probleem. Want je wil dat scholen dit gaan oppakken. Wat gebeurt vervolgens? Scholen krijgen een extra potje met geld om te werken aan die basisvaardigheden. Er komen teams die langs de scholen gaan. Maar dan willen wij vanuit Politiek Den Haag natuurlijk wel weten dat dat geld dat wij hebben gereserveerd daarvoor, dat dat gaat naar die basisvaardigheden. En hoppa, weer een extra verantwoordingsplicht voor scholen erbij. En dat is het enorme politieke dilemma waar we tegenaan lopen. We hebben een tijd geleden hadden we in de Tweede Kamer een discussie over de financiering van scholen. En toen hadden we een ronde tafelgesprek waarbij ik een heel interessant schema kreeg over de geldstromen binnen de school. En die staan op de volgende sheet. Dat is deze. Jullie kunnen niet precies lezen wat erop staat natuurlijk. Maar dit is, hierboven zie je het ministerie van Onderwijs. En het geld dat naar scholen gaat. En dit was trouwens nog, dit was van een paar jaar geleden. Ik denk inmiddels dat er heel veel van die potjes bij zijn gekomen. Er zijn ontzettend veel potjes die voor ontzettend veel bestedingsdoelen bestemd zijn. Die op ontzettend veel verschillende manieren verantwoord moeten worden. Want ik wil ook weten dat belastinggeld gaat naar onderwijs. En dat besturen dat op een goede manier uitgeven. En tegelijkertijd zien we natuurlijk daardoor door de bomen het bos niet meer. Misschien een heel concrete casus die hierop aansluit. Dat gaat over een kind dat naar het speciaal basisonderwijs gaat. En bij dit kind bleef de spierontwikkeling achter. Hij was 5 jaar en daardoor hangde hij tijdens de lessen wat meer onderuit. En toen zei de fysiotherapeut, die zei, eigenlijk zou het kind een aangepaste stoel moeten hebben. Nou, dus de school die constateert dit. En wat gebeurt vervolgens? De school heeft nog een verklaring nodig van een externe therapeut. Nou, die constateert natuurlijk hetzelfde. Het kind heeft een aangepaste stoel nodig. Vervolgens kan de school dit niet bestellen, want dit gaat over zorggeld en niet over onderwijsgeld. Dus zoekt de school en de therapeut, die zoeken eerst contact met de ouders. Die ouders moeten een verzoek indienen bij het UWV. Niet gelogen, ik ken deze familie heel goed. Dus die ouders die moeten een aantal zaken regelen. Ze moeten zorgen dat er een inschrijving ligt van de school, een medische verklaring van de huisarts, een medische verklaring van de fysiotherapeut van de school. En ze moeten ook een DigiD regelen voor het kind. Vraag mij niet waarom. Ouders weten het ook niet. En dat laatste bleek ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want een DigiD regelen voor een 5-jarig kind, dat is niet heel makkelijk. Nou, vervolgens zijn we een paar weken verder. En dan kan de aanvraag worden gedaan. En ook dat bleek een best ingewikkeld stappenplan te zijn, waarbij ouders hulp hebben gezocht bij de fysiotherapeut van de school. Terwijl zij is jurist en hij werkt in het onderwijs, maar ze kwamen er niet met z'n tweeën uit. Nou, dan na een paar weken is die aanvraag goedgekeurd. En komt er een medewerker van het UWV langs, die moet de stoel inmeten. Hebben ouders geluk dat die medewerker van het UWV heel alert is en dat hij zelf bedenkt, oh, dan moet er ook een aangepaste tafel bij. En zo kan die aanvraag in 1 keer worden gedaan. Maar dit hele traject heeft meer dan 5 maanden in beslag genomen. Het begon toen het schooljaar net was begonnen en tegen de kerst was de aangepaste stoel binnen. Dan kun je natuurlijk afvragen, waarom regelen we dat op zo'n manier? Want in de situatie van vertrouwen, op het moment dat je zegt, school constateert dit, fysiotherapeut van de school constateert dit, dan zou je denken, jullie doen een aanvraag, de stoel wordt besteld, de tafel ook, en vervolgens vinden we wel een potje om het goed te keuren. Maar omdat we in Nederland dus alles eigenlijk willen controleren, omdat wij vanuit de Tweede Kamer ook heel vaak vragen om uitgaven en bepaalde doelen te controleren, krijgen we dit soort ingewikkelde trajecten. Ook op andere vlakken levert dit enorme problemen op. He, bijvoorbeeld, we weten dat jongeren, vooral in het beroepsonderwijs, vaak veel te vroeg een keuze moeten maken. En ik kijk even Jan aan, die heeft daar een boek over geschreven. Dus vandaar ook dat ik het voorbeeld noem. Dat weten we. Op de universiteit heb je nog best wel mogelijkheden om verder te gaan, om uiteindelijk te kunnen switchen. Maar helemaal in het mbo is dit een groot probleem. Dus ik was een paar weken geleden bij het Graafschapcollege in Doetinchem, waarbij ze voor dit probleem een oplossing hebben bedacht, namelijk een jaar waarin jongeren
jonge mensen die vast waren gelopen of die echt niet wisten wat ze wilden, nou, waarin ze een jaar extra hadden om te ontdekken wat ze wilden. Waarin ze allemaal interessante dingen gingen doen met de jongeren. Nou, ik ben een keer langsgekomen, de dag erop gingen ze naar een rechtbank, maar ze gingen ook op bezoek bij bedrijven in de buurt. En eigenlijk leverde dit project ontzettend goede resultaten op. Wat is nu het probleem? Omdat dit geen formeel onderwijstraject is, ja, past er ook geen bekostiging bij. En moet dus het Graafschapcollege dit uit eigen zak bekostigen. En dan vraag je af en toe af, waar zijn we dan met elkaar mee bezig? Want we weten dat dit het probleem is. We weten dat dit de goede oplossing is. En we richten het traject zo ongelooflijk ingewikkeld in, dat we voor dit soort concrete problemen gewoon geen oplossing bedenken. En als je dan even uitzoomt, dan zien we dat er eigenlijk nog een veel groter probleem is. En dat het natuurlijk ook een symptoom is van een systeem dat we hebben ingericht en dat gebaseerd is op wantrouwen. Namelijk, we moeten alles maar controleren of het klopt. En uiteindelijk gebeurt dan niet wat we met elkaar willen. En dat is, ik noem nu een paar heel concrete voorbeelden. Maar als we dan kijken naar bijvoorbeeld de invoering van bijvoorbeeld het passend onderwijs. Of de invoering van jeugdzorg, dat in 2015 allebei gebeurde. Dan zien we dat daar hetzelfde gebeurde. De doelstelling staat misschien wel iedereen achter. De doelstelling van passend onderwijs, dat kinderen zoveel mogelijk met elkaar naar reguliere klassen gaan. Dat alleen als niet anders kan de kind naar het speciaal onderwijs gaat. Daar staat volgens mij iedereen achter. Het doel van jeugdzorg en de decentralisatie, namelijk dat gemeenten verantwoordelijk werden, daar staat volgens mij ook iedereen achter. Namelijk dat hulp zo dicht mogelijk bij jongeren, bij gezinnen in de buurt wordt georganiseerd. Maar wat we nu na een paar jaar weten is dat eigenlijk de doelstellingen van beide niet gehaald worden. Dat er een enorme bureaucratie is opgetuigd. Want gemeenten die moesten hele nieuwe systemen inrichten voor de jeugdzorg. Ambtenaren hielden zich daarmee bezig. Als je kijkt naar het passend onderwijs, dan zijn daar nieuwe samenwerkingsverbanden opgetuigd. Die op zich allemaal goed werk doen. Maar de vraag is natuurlijk wel waarom je bij de inrichting van zo'n nieuw systeem dan weer gaat kijken naar nieuwe bestuurslagen. En waarom je dat niet op een andere manier organiseert. En ook daar heb ik een sheet bij gezocht. Dat is deze. Dit is namelijk wat er bij, jullie kunnen het niet zo heel goed zien denk ik, maar dit is namelijk wat er is gebeurd bij de inrichting van het passend onderwijs. Het idee dus dat jongeren zoveel mogelijk, kinderen zoveel mogelijk met elkaar naar school gaan, waar dan een extra bestuurslaag tussen is gestopt. Dat zijn de samenwerksverbanden met een eigen bestuur, een eigen raad van toezicht, een eigen medezeggenschapsraad met onderliggende besturen die weer moeten samenwerken. En zo zie je dat op al die vlakken dat we systemen zo inrichten dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om zelf hun werk te doen. En een ander voorbeeld, ik ga even een sheet terug. Dit is een sheet die laat zien hoe we het leerlingvervoer hebben georganiseerd. Dat is ook, we weten allemaal dat het een probleem is dat heel veel leerlingen, of ik moet zeggen het gehandicaptenvervoer hebben georganiseerd, dat heel veel leerlingen die met busjes worden opgehaald om naar het speciaal onderwijs te gaan, dat er grote wachtlijsten zijn. We weten ook dat mensen die een handicap hebben, dat ze eigenlijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Nou, hoe hebben we nou het vervoer georganiseerd? Dat loopt via 4 verschillende ministeries. Dat loopt via de Nederlandse Spoorwegen, OV-autoriteiten, via het ministerie van Infrastructuur. Het ministerie van VWS regelt het via zorgkantoren en zorginstellingen. OCW regelt het leerlingvervoer via de gemeente. En het ministerie van Sociale Zaken regelt het via uitvoeringsinstanties. Uiteindelijk gaat het over dezelfde doelgroep, dezelfde vervoersbedrijven en dezelfde kinderen of volwassenen die daar gebruik van moeten maken. Dus dit zijn allemaal voorbeelden waarbij we met elkaar hetzelfde willen, maar waarbij de praktijk zo is ingericht dat het ons niet lukt om uiteindelijk aan die doelen te voldoen. Nou, dan was dit misschien tot nu toe een vrij deprimerend verhaal. Maar ik wil ook iets gaan zeggen over hoe het dan wel kan. En volgens mij begint dat bij de mensen in Den Haag zelf. En begint dat bij politici die zelf goed nadenken over bepaalde systemen die we hebben ingevoerd. Om toch af en toe met terugwerkende kracht te zeggen, dat hebben we toen niet goed gedaan, dat moeten we anders doen. En dat is in politiek daarna een ontzettend moeilijke. Want je wordt meteen neergezet als jullie zijn gedraaid. Je wordt meteen, in elke kritische talkshow wordt dan gevraagd, waarom vonden jullie 4 jaar geleden A en vinden jullie nu B? Dus dat vraagt moed van mensen die in Den Haag werken. Maar ik denk wel dat het daarbij begint.
misschien, het begint ook bij belangen loslaten. En dan heb ik het natuurlijk over politieke belangen. Maar dan heb ik het ook over belangen van mensen die op zich allemaal goed werk doen. Maar die misschien, omdat we het systeem zo hebben ingericht, ook bij een organisatie werken waarvan je liever niet zou willen dat ze bestaan. Ik noem even een heel concreet voorbeeld weer. We hadden recent in Den Haag een debat over preventie. En preventie is ook wel zo'n goed voorbeeld. We willen allemaal dat mensen zo gezond mogelijk kunnen leven. Maar het debat in de Kamer, dat ging dus over, nou, misschien moeten we wel een algeheel alcoholverbod instellen. Zouden extra budgetten moeten komen om bijvoorbeeld kinderen te kunnen laten sporten. Er werd een motie ingediend die vraagt om vapes. Dat zijn die dingen waarmee je kan roken. Ik weet even niet zo goed een betere omschrijving. Om te stoppen met glitters en met kleurtjes op vapes. Daar is een motie over ingediend. En we begonnen met allemaal van dit soort moties werden ingediend in de Tweede Kamer. Dus we eindigden met 17 moties in de Kamer. Naar aanleiding van één debat. En wat mijn grote bezwaar is, zijn niet zozeer al die 17 zelfstandige voorstellen die werden gedaan. Maar wel dat we vertikken om het fundamentele debat te voeren. Want wat is nou een grote reden voor de verschillen in de gezondheid tussen mensen? Dat heeft gewoon te maken met sociaal-economische status. Dus wij moeten helemaal niet in de Tweede Kamer dat debat gaan voeren over glitters op vapes. Hè, hoe goed ik misschien dat voorstel ook op zich vind. Maar we moeten de discussie gaan voeren over hoe komt dat nu? En dat fundamentele debat met elkaar gaan voeren. Nou, ik kan nog talloze voorbeelden noemen, maar ik ga naar een afsluiting. En ik wil ter afsluiting eigenlijk jullie ook aanspreken. Want ik zit hier in een zaal met allemaal mensen die zelf onderwijs geven, onderzoek doen. Die van heel veel onderwerpen veel meer weten dan wij als politicus weten. En op de een of andere manier komen veel te weinig die praktijk waar jullie mee bezig zijn. Die kennis die jullie allemaal hebben en wat wij in de Tweede Kamer doen bij elkaar. En dat heeft te maken met de veelheid van onderwerpen. En dat heeft ermee te maken dat politici van heel veel partijen echt niet de tijd hebben, hoe jammer ik dat ook vind, om ons ontzettend te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Terwijl we dat wel zouden moeten doen. Maar daarom wil ik ook graag een beroep doen op jullie, om vooral te zorgen dat jullie kennis ook bij politici en bij beleidsmakers terechtkomt. Bij zowel mij en mijn collega's in de Tweede Kamer, maar ook natuurlijk hier op het gemeentebureau, het gemeentehuis, in de provincies, zorgen voor dat ook juist zaken waar jullie onderzoek naar doen, waar jullie onderwijs aan geven, dat dat bij de goede mensen terechtkomt. Maar ik wil nog iets meegeven. Namelijk om ook met een bredere bril naar politiek te kijken. Want ik weet dat kamerdebatten waarbij politici elkaar heel erg in de haren vliegen, dat natuurlijk het allerleukste is om naar te kijken. Ik overdrijf misschien een beetje, wat lang niet iedereen zal erover denken. Maar ik weet wel dat het beste scoort. Ik weet wel dat als ik ergens sta in de Tweede Kamer en ik heb een heel ongenuanceerd verhaal en ik ga enorm tekeer tegen een minister of tegen een staatssecretaris, dan levert dat mij veel meer aandacht op sociale media, of dan word ik misschien wel uitgenodigd voor een talkshow. Terwijl de discussies en de debatten waar het natuurlijk eigenlijk in de Kamer over gaan, dat zijn de discussies waarin we echt met elkaar die inhoud ingaan. Dat zijn natuurlijk die wetsoverleggen, die wetsbehandelingen. Dus ik wil ook een oproep doen aan iedereen die hier luistert, van let er nou op dat je ook waardeert wat inhoudelijk gebeurt in die politieke debatten. Probeer niet in screenshots te trappen die op sociale media heel vaak staan met alleen maar titels van moties, met daarin de bolletjes wat partijen hebben gestemd. Want die zeggen vaak helemaal niets over inhoudelijk waar partijen voor staan en voor wat ze doen. En ik wil jullie ook natuurlijk aanraden om je aan te sluiten bij partijen. En dat hoeft echt niet mijn partij te zijn, maar kijk gewoon goed wat doen partijen. En waar voel ik me op mijn gemak? Want alleen met elkaar, en daar ben ik van overtuigd, maken we onze samenleving beter. En dat vraagt niet alleen dat we naar elkaar wijzen, dat ik het onderwijs wil controleren of de zorg wil controleren. En van alles wat jullie doen een bonnetje wil zien, omdat ik wil controleren of geld wel op de goede plek terecht is gekomen. En dat vraagt ook niet van kiezers die één keer in de vier jaar alleen maar naar de stembus gaan om politici af te rekenen of juist een nieuwe partij kansen te geven. Maar dat vraagt volgens mij dat we veel meer die verbinding met elkaar zoeken. Dus dat is ook mijn oproep aan ons allemaal. Laten we ervoor zorgen
dat we veel meer uitgaan van vertrouwen in elkaar. Laten we ervan uitgaan dat iedereen de beste bedoelingen heeft. En laten we dan met elkaar systemen zo inrichten, zodat we met elkaar stapsgewijs naar een veel betere samenleving gaan. Waarin politici natuurlijk verantwoordelijk zijn voor wet en regelgeving, voor randvoorwaarden. Maar waarbij jullie verantwoordelijk zijn voor die dagelijkse praktijk. En waarin jullie ook onze jongeren kunnen opleiden, zodat zij natuurlijk die volgende generatie worden die hopelijk Nederland nog een beetje beter maakt. Dank jullie wel. Goed. Er is tijd en ruimte voor wat vragen. En misschien heb je ook wel meteen in aansluiting op de oproep van Lisa dingen waarvan je zegt, die zou ik wel op de agenda willen zetten. Dit is belangrijk dat je dat weet als Tweede Kamerlid, want daar vroeg je ook om. En er zijn ook ondertussen via de Mentimeter wat vragen binnengekomen. Eén is heel concreet, Lisa, en dat is de vraag, hoe kan ik contact maken met een politicus? Want iemand zegt, ik mailde er 10 en ik kreeg reactie van 2. En je zei net iets over de werkdruk. Hè? Dus de oproep is, kom maar met je punten. Maar je bent ook heel druk. En dan spreek ik even voor jou als Kamerlid. En jij geeft natuurlijk altijd antwoord. Maar andere Kamerleden, hoe? Nou, ook bij mij moeten mensen wel eens een tijdje wachten, hoor. Want dat is natuurlijk zo. Kijk, ik gaf net even aan welke onderwerpen ik heb in mijn portefeuille. En voor kleinere partijen is dat natuurlijk nog veel. Als je op het moment dat je in je eentje in de Kamer zit, dan wordt van je geacht dat je over alles verstand hebt. En ik krijg heel erg veel berichten. En mij lukt het ook niet altijd om op tijd op iedereen te reageren. Maar wij lezen altijd alles wel. En dat is ook wel mijn ervaring. Dat als je politici gewoon mailt. En dan bedoel ik niet een bulkmail naar 150 Kamerleden met iedereen in de CC. En daarop de laatste zin van ik eis van u een persoonlijke reactie. Want dan hebben we al heel snel zoiets van er wordt wel heel veel werk als we ook op al dat soort mails moeten ingaan. Maar je leest alles wel. En ook onze medewerkers die lezen wel mee. En dan hebben we gewoon ontzettend veel aan die kennis uit de praktijk. Ja, dus je zegt eigenlijk contact maken kan soms ook gewoon even één kant op gaan. Maar wil niet zeggen dat je, als je geen antwoord krijgt, dat het niet gezien is ook. Ja, dat soms dan reageer ik ook pas veel later. Dan pak ik een reces om dan om even bij te werken. Ja. Okay. Wie heeft een vraag of een opmerking voor Lisa? Ja. Ik kom even met de microfoon naar je toe, Jan. Ja, oh, je houdt een beetje. Ja. Helemaal goed, want anders hou ik hem. Weet je. ken jij ongetwijfeld het Instituut voor Publieke Waarden? Die hebben laatst, dus Kruiter, die heeft laatst dat idee gelanceerd van een bijzondere overheid voor 20% van de mensen die met multiproblemen zitten. En 80% voor de mensen die gewoon een enkel probleem hebben. Dus als ik geen woning heb, maar verder heb ik alles wel, dan kan ik gewoon de regelgeving volgen zoals die is. Maar die bijzondere overheid, stelt hij voor, die zou als het ware mensen een mentor kunnen geven vanuit de overheid. Eén iemand die ze verder vrijwaart van al die complexe dingen die je hebt laten zien. En zeggen van deze 20% die hebben nu eenmaal een andere behandeling van ons nodig. Dus we moeten de ongelijkheid als het ware respecteren. Heb je het idee gezien? Nee, maar wel over gelezen ergens in een krant. Ja. En dat sprak mij wel heel erg aan, want kijk, ik krijg bijvoorbeeld best wel veel e-mails van jongeren die vastlopen. Of van ouders. Ik kreeg vorige week nog een mail van een moeder met een dochter die gewoon heel ernstig problemen heeft. Die ook wel eens een suïcidepogingen heeft gedaan, vrij recent nog. En die zegt, als er nu niet snel hulp komt, dan is er misschien straks niet meer. En haar dochter wordt 18. Dus zij zijn heel erg bang dat de financiering niet door wordt gezet na het 18. Daar had ik ook nog een heel lang verhaal over kunnen vertellen trouwens vandaag. Wat voor gedoe dat is. Maar en dan is het natuurlijk altijd, en dan snap ik heel goed, hè, dat ze bij mij terechtkomen. Maar ik ben ook natuurlijk geen hulpverlener. Dus ik zoek dan ook weer naar instanties die hen kunnen helpen. En tegelijkertijd voelt dat voor mij heel onbevredigend. Want ik ben dan ook weer onderdeel van het doorverwijscircus, waar ze al de hele tijd last van hebben. Dus ik zou er heel erg voorstander van zijn als juist voor inderdaad het percentage mensen dat tegen zoveel problemen aanloopt. En vaak ook door alle problemen waar ze al in zitten ook niet meer de kracht en de energie hebben om nog weer door te gaan zoeken. Ik zou er heel erg voor zijn dat voor hen dit soort oplossingen komen.
Ja. Is het idee daarachter ook dat je, zeg maar, we hebben nu proberen een soort one size fits all te maken? Ja, dus het idee is dat, dat we gelijkheid heel belangrijk vinden. Hè? Zonder aanzien des persoons moeten we alle burgers als hetzelfde beschouwen. Maar dat heeft zich vermengd met een, we kunnen eigenlijk maar steeds één probleem apart aanpakken. En iemand is of verslaafd, of hij heeft ADHD, of hij heeft een depressie. En dan gaan ze allemaal op elkaar zitten wachten, omdat ze dat niet in een multi-aanpak kunnen doen. En hij pleitte dus voor Kruijten dat er zo'n soort multi-problematiek op een apart ministerie, ik weet niet of je dat dan weer allemaal veel ingewikkelder maakt, maar dat moeten zij maar uitzoeken. Maar waar je als het ware de hele wetgeving loslaat en zegt, hier is een mentor en die gaat voor deze mensen zorgen. En over een half jaar mag de overheid weer binnenkomen om te kijken of het goed gaat of niet. Ja, ik denk dat een van de problemen, en dat heb ik nog niet eens heel uitgebreid behandeld hier, maar een van de problemen is natuurlijk ook altijd gewoon geld. Want bijvoorbeeld die decentralisaties waar ik het net over had, van de jeugdzorg, daar is toen dat gedecentraliseerd werd, dus gemeenten verantwoordelijk werden, is er 450 miljoen bezuinigd. Bij passend onderwijs, toen dat werd ingevoerd, was ook eerst het idee dat er een bezuiniging zou komen van 300 miljoen. Dat alleen door een grote staking vanuit het onderwijs zelf in de Amsterdam Arena, was ik toen bij. Toen is dat tegengehouden. Maar elke keer is het idee van zo'n decentralisatie of zo'n stelselherziening is altijd dat het meer geld moet opleveren. De jeugdzorg, daar kan ik heel lang nog over doorpraten. Maar de hervormingsagenda, dus het idee is dat er straks afspraken komen. Nou, het idee is dat dat ook meteen een miljard moet opleveren. Omdat een beter stelsel geld oplevert. Nou ja, en je zou dan op het moment dat zo één iemand dit oppakt, zou je ook moeten zeggen, we laten even alle potjes los. Want de hele tijd wordt natuurlijk, alle problemen worden gecreëerd. Omdat op het moment dat een kleine gemeente, een jongere in de gemeente heeft zitten, die heel specialistische hulp nodig heeft, dan hoor ik van wethouders wel eens terug, ja, dit is alweer meteen de helft van onze begroting op jeugd. Ja, wil iemand op reageren? So maybe, if you don't mind, I will ask my question in English. It's a bit more natural to me. So is it maybe also possible that we are having a little bit too narrow perspective at looking at the cost and benefits? Because when you discuss the passend onderwijsherziening and after how many years since we started with this enterprise, there is still more and more evidence coming that we are going the right direction. There are more children in specialized education instead of less. We see that schools interpret the obligation towards inclusive education in a very free way. Because of that, we have more inequality in education than less than we had 10 years ago. So it's going the wrong direction, but maybe also because we are looking at the costs of education in the narrow perspective of the years that the children are at school, while we know that the benefits of good education actually accumulate over the whole lifetime, in the health, in the labor market perspective, in whatever perspective you want. So my question to you is, how could we bring this more complex perspective on costs and benefits to, you know, Den Haag is maybe too generalized. Is there a way? Yeah. We mogen niet meer politiek Den Haag zeggen. Hè? Dat mogen we niet meer zeggen. Exactly. I did it. Sorry. Nee, maar het punt, I completely agree. En een van de problemen is dat op het moment dat partijen hun verkiezingsprogramma maken, dan beschrijven we, ook bij een partij als GroenLinks, dan beschrijven wij wat willen wij de komende 4 jaar doen. Hoe ziet onze komende 4 jaar eruit? Wat levert het op? Waar gaan we het van betalen? En dan worden die verkiezingsprogramma's doorgerekend door een aantal onafhankelijke planbureaus. Het Centraal Planbureau is daar een voorbeeld van. Het Bureau voor de Leefomgeving is daar een ander voorbeeld van. En die berekenen dus, wat willen partijen de komende 4 jaar? En wat kost het, wat levert het op? Nou, wij weten hier allemaal dat iedere euro die wij in onderwijs stoppen, dat een heel leven lang zorgt voor, onze samenleving, maar ook de personen waar het over gaat, dat ons hele leven lang gewoon waarde heeft, opbrengsten oplevert. Maar dat wordt veel te weinig meegenomen in die berekeningen. Dus dat is ook. Ik kan nog een heel lang verhaal verhouden. We zouden eigenlijk met elkaar moeten zorgen dat politieke partijen niet alleen beschrijven wat willen we de komende 4 jaar bereiken, maar wat willen we, hoe ziet onze lange termijn eruit? En daar ontbreekt het gewoon aan. Dus eigenlijk is het,
wordt een beetje heel deprimerend. Terwijl ik best wel veel lol heb in mijn werk. En ook wel met moeilijke onderwerpen deal. Maar ook wel zoek altijd naar oplossingen. Maar eigenlijk zou je willen dat we met elkaar een lange termijn agenda maken. Van wat willen we over 10, 20, 30, 50 jaar? In plaats van wat willen we over 4 jaar hebben bereikt? Misschien Lisa, die vraag om het hier af te ronden. Want het lijkt ook een soort antwoord vinden op de complexiteit. Hè, waar we eigenlijk ook gesprek met Edwin van Meerkerk mee begonnen. En hoe hij zijn studenten opleidt. En dat je eigenlijk ook deels vaststelt. Ja, de manier waarop we het nu georganiseerd hebben. Draagt alleen maar bij aan complexiteit. En jij zegt bijvoorbeeld zo'n lange termijnvisie. Dat kan helpen. Om hier staan zo positief te eindigen. Waar zie jij lichtpunten, Gloire? Nou, ik zie lichtpunten omdat steeds meer mensen opstaan. Omdat steeds meer mensen van zich laten horen. Omdat ook steeds meer professionals hun rol oppakken. En wat wars zijn van allerlei verplichtingen die ze opgelegd krijgen. En dat vind ik heel positief. Dat klinkt misschien gek trouwens als iemand die gaat over wet en regelgeving. Maar ik ben een heel groot voorstander van dat professionals zelf hun rol pakken. En dat ze zelf inderdaad laten zien hoe het ook anders kan. Ik word heel blij van enorm veel mooie initiatieven die er zijn. Vanuit de kennisinstellingen. Ook weer deze paar dagen die hier zijn. Waarin met elkaar wordt nagedacht over hoe leiden we nou onze studenten op. En hoe zorgen we nou voor dat we ook samen met elkaar dat onderwijs maken. En dat vind ik een ontzettend mooie verbetering. En dat laat dus ook zien dat die verbetering vooral dus vanuit mensen uit de samenleving moet komen. En dat we heel erg vaak toch wel als landelijke politici toch wel wat achter de feiten aanlopen. En ik vind oprecht, wij moeten ervoor zorgen dat wet en regelgeving zo is ingericht dat professionals hun werk kunnen doen. Kijk, ik ben niet opgeleid tot onderwijskundige. Ik ben ook niet opgeleid tot hulpverlener of tot al die andere onderwerpen waar ik het woord over voer. Maar ik moet wel zorgen dat wet en regelgeving klopt. En dat vraagt ook om een veel meer rolvastheid. En ik denk dat het daar tijd voor wordt. Maar dat vraagt dus echt weer om dat vertrouwen. Ja, dus minder een roep op controle, op regeldruk, op al die ingewikkelde plaatjes die je liet zien. En wat meer op vertrouwen en de professional. Met wel nog één kanttekening, als dat nog even mag. Dat ik ook vind dat vertrouwen is ook niet een modewoord van je laat alles maar los. Hè? Want dat probeerde ik ook even uit te leggen. Het gaat wel om belastinggeld. En bijvoorbeeld je ziet in het primair onderwijs dat er steeds meer geld gaat naar het primair onderwijs. En tegelijkertijd dat we ons dus kunnen afvragen, hoe kan het dan dat de basisvaardigheden van kinderen dalen, dat steeds meer kinderen problemen hebben, dat klassen nog vol zitten, dat nog steeds evenveel kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Dus daar gaat wel iets mis. En ik denk dat het antwoord deels is dat het komt omdat we in de jeugdzorg weten we bijvoorbeeld dat 30% van de bedragen, van het bedrag dat naar jeugdzorg gaat, dat het gaat naar coördinatiekosten. Dus inderdaad naar ambtenaren, naar managers, naar externe controle. Ik denk dat dat in het onderwijs ook aan de hand is. Kan ik niet precies de vinger achterleggen, want daar hebben we geen cijfers over. Maar controle in de professional is wat anders dan dat je alles maar moet loslaten. En dat we niet meer moeten weten wat er bijvoorbeeld gebeurt. Want het is wel ook belastinggeld van ons allemaal. Ja, en dus op hoofdlijn daarop sturen. Geef haar even een applaus. Lisa Westerveld. Gaan zitten? Nodig ik jou aan. Ja. Lekker. Lisa, kom nog even aan tafel zitten, al was het alleen maar voor het schitterende eindshot van deze middagshow. Met Edwin nog even aan tafel. Edwin, was er iets in het verhaal waarvan je dacht, ja, daar gaat het om, of daar haak ik op aan, of daar haak ik helemaal op af. Dat kan natuurlijk ook. Ja, of nee. Wat een onzin, dat kan natuurlijk ook. Ja, de basisboodschap dat je uit moet gaan voor vertrouwen in plaats van wantrouwen, vind ik een hele sterke. En dat kan ik me heel goed in vinden. Waar je mee afsloot, het voorbeeld van het onderwijs, dat het een probleem is dat we achterlopen in basisvaardigheden. Dat is een relatieve uitspraak. Je kijkt naar PISA-tests. Hoe doen wij het beter of slechter dan Finland of Bulgarije? Dat is leuk, maar dat is een middel. Het wordt een doel op zich. We gaan kijken naar wat zijn de CITO-scores van kinderen. En we vragen ons niet meer af, en dat moeten we vaker doen. Waarom willen we ook alweer dat onze kinderen goed kunnen lezen en rekenen?
En daarachter nog weer, waarom willen we eigenlijk alweer dat die kinderen op school zitten? Wat willen we daarmee bereiken? Wat is nou de gemeenschappelijke deler van goed kunnen rekenen, taal kunnen, je topografie op orde hebben? Is daar een grote gemene deler? En als je die vraag niet kunt beantwoorden, kun je niet, en wat dat betreft is alles net onderwijs. Dat heet dan constructive alignment. Wat zijn nou je eindtermen? Hoe komen we binnen en hoe komen we van die beginsituatie naar die eindsituatie? Ja, en dat is ook een oproep als ik jou beluister om niet te veel vast te zitten in zeg maar enge doelstellingen, maar elke keer jezelf te blijven bevragen. Waar gaat het hier om? En dan is zo'n test is niet het einddoel, om het zo maar even te zeggen. Alsjeblieft niet, nee. Nee. Ik zat ook te denken toen Lisa dat verhaal vertelde. Hè, die complexiteit waar jij het over had en waar je met je studenten in dat Comenius-project. Ik zag dat schema voor me met al die ingewikkelde ministeries en draadjes of die bekostigingsstromen. Maar dit zijn het soort dingen waar studenten eigenlijk boven moeten kunnen gaan hangen. En moeten kunnen zeggen, als wij die wereld van morgen aan willen kunnen, dan moeten we met deze complexiteit om kunnen gaan. Zie jij dat ook zo? Absoluut, ja. Ja. Je moet niet... Dus we zouden dus een slechte universiteit zijn als we onze studenten opleiden met het idee dat zij een gereedschapskistje hebben waar ze aan één probleem mogen sleutelen en dat het dan wel goed komt. Dus je moet studenten hebben die wel een gereedschapskist hebben en een enorme bagage aan kennis, maar die ook in staat zijn om te zien wat mogelijke gevolgen zijn van hun manier van aan schroeven en knoppen draaien. Aan hun manier van werken met mensen. En dat veel complexer is, dat laten dit soort plaatjes natuurlijk heel erg goed zien. En liefst ook mensen die af en toe nog een stap terug kunnen zetten en zo'n plaatje kunnen tekenen en een andere manier van kijken naar de werkelijkheid kunnen ontwikkelen. Ja, en dat zou een filosoof ook heel goed moeten kunnen. En dat kun jij volgens mij ook heel goed, Lisa. Is er iets wat je uit zo'n gesprek, uit je aanwezigheid weer op de universiteit, of hier op de campus, breder, het gaat ook om de HAN en het ROC, wat je meeneemt en waarvan je denkt, ja, daar wil ik me de komende tijd hard voor maken als het gaat om het hoger onderwijs. Een van de dingen uit je portefeuille, maar ook het onderwijs op ROC's. Nou, ik hoor hier eigenlijk alleen maar weer meer voorbeelden ook, hè, van ook van de andere twee gasten. Dat je moet zorgen dat mensen hier hun werk kunnen doen. Want dat is natuurlijk de eeuwige discussie die we gewoon hebben, die in mijn praatje natuurlijk ook al wat naar voren kwam. Van de vraag is natuurlijk, wat bepaal je allemaal wel en niet vanuit Politiek Den Haag? In de druk om aan de ene kant wel te zorgen dat belastinggeld op een goede manier, op een goede plek terechtkomt. En aan de andere kant voelen wij ons met elkaar natuurlijk ook verantwoordelijk voor onderwijs. Want controle komt natuurlijk ook daar vandaan. Dat wij ons met elkaar verantwoordelijk voelen dat wij in het onderwijs de goede dingen doen. Maar tegelijkertijd voel ik me altijd weer naar dit soort gesprekken bevestigd in de stelling dat we ons vooral ver moeten houden van de inhoud. En dat klinkt misschien gek als iemand die me altijd met onderwijsinhoud heeft bezighouden, maar dat is gewoon nu niet mijn taak. Mijn taak is echt dat wetten en regels zo in elkaar zitten dat de mensen hier op de universiteit, op de HAN, op het ROC, dat zij hun werk goed kunnen doen. En ik denk dat we daar niet goed genoeg in slagen. Maar en daar zal denk ik niemand het mee oneens zijn. Waar het zoeken dan is, van waar ligt dan de balans tussen aan de ene kant de vinger aan de pols houden en zeggen, er gaan ook dingen mis en daar ben je ook van. Natuurlijk als Kamer om daarop te reageren. Maar niet die regeldruk nog weer verder versterken of nog weer verder verzanden in bureaucratie. Heb je een voorbeeld dat je zegt, daar weten we de balans nou net iets beter te vinden? Nou, ik denk wel dat het hoger onderwijs natuurlijk wel een voorbeeld is van een sector waarbij, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop opleidingen worden beoordeeld in het hoger onderwijs, dan gaat dat wel via visitatiepanels. Gaat dat over panels die elkaars instellingen bezoeken. Dat is in andere onderwijssectoren minder. Ik denk dat ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de zorg, is weer een hele andere sector. Daar komt de inspectie af en toe langs. En daar zie je soms dat dingen gruwelijk misgaan. En dan ben ik ook weer degene die daar aan de interruptiemicrofoon vragen stelt over hoe het nou kan dat in deze zorginstelling mensen met een handicap enorm zijn verwaarloosd. Dus ik denk wel dat gesprek vindt voortdurend natuurlijk plaats op onze kennisinstellingen, vooral op onze universiteiten. Maar dan is bijvoorbeeld zo'n model van visitatie, van onderling beoordelen, verdient al wat meer de voorkeur dan wanneer je het institutionaliseert in inspecties of nog hoger op, om het zo. Ja, ik ben er groot voorstander van. En ik ben bewust straks niet al te veel ingegaan op bijvoorbeeld het stelsel van zorg. Dan kan ik nog wel veel ingewikkeldere plaatjes laten zien. Dat doen we op de zorgdagen. Ja, dat is natuurlijk voor een deel ook
ook aan de markt overgeleverd. En dat klinkt trouwens heel negatief, maar... Ja, ik vind dat ook negatief trouwens. Want daar zie je dus dat omdat voor een heel groot deel marktwerking in de zorg zit, heb je nog veel meer organisaties. Nou, speelt geld en natuurlijk ook rendementen behalen, speelt nog een veel grotere rol. Zorgt dat er dus juist voor dat de jongeren, waar we het net even over hadden, met de meest complexe problemen, eigenlijk het laatste aan de beurt zijn. Want dat is relatief dure manieren van zorg. En in die zin ben ik heel blij dat we in het onderwijs, dat we daar nog toch een relatief, hè, heel veel kanttekening, maar natuurlijk wel een soort, we hebben hier een lump sum financiering, een zak met geld voor elke instelling. En dan begrijp ik heel erg goed dat heel veel onderwijsinstellingen en heel veel colleges van besturen en decanen nog steeds vinden dat ze aan te veel regels moeten voldoen. Maar het is een heel stuk beter geregeld dan heel veel andere sectoren. Oké. Jij deed ook een oproep om belangrijke punten op de agenda te zetten, hè, vanuit die professionals. Heb jij eens een punt waarvan je zegt, nou, dat zou ik nou fijn vinden als ze daar in Politiek Den Haag eens wat meer rekening mee zouden houden? Of dat zou fijn zijn als ze dat wisten of zagen? Dan denk ik meteen aan het primaire onderwijs. Wat natuurlijk een sector is, dat is zeg maar een gouden casus voor Politiek Den Haag, als ik die term dan toch even mag gebruiken. Ja. Omdat we daar de hele bevolking van 4 tot 12 in één hok hebben zitten. Dus dan kun je ze mooi allemaal tegelijkertijd te grazen nemen om de problemen van de toekomst op te lossen. En dat betekent dat er vanuit verschillende ministeries dingen op het primaire onderwijs worden afgevuurd. We willen bijvoorbeeld dat kinderen zich ontwikkelen tot breed georiënteerde, empathische, cultureel geletterde burgers. Dus gaat er geld van het ministerie van, ook OCW, maar dan de afdeling cultuur, van de C naar de O. Om ervoor te zorgen dat er cultuureducatie op die basisscholen komt. En van dat soort regels zijn er heel veel. Er zijn gezonde scholen, er zijn sportieve scholen, er zijn culturele scholen. Die scholen zien door de bomen het bos niet meer. Die krijgen wekelijks flyers met allerlei subsidieregelingen die daar aanhangen. En de manier waarop dat is georganiseerd is zo bureaucratisch ook georganiseerd en zo op specifieke losse doelen, dat dat einddoel, waar ik het net ook over had, uit het oog wordt verloren. En dat de scholen ze niet allemaal kunnen afvinken. Dan zeggen, nou, doen wij wel sport, dan doet die andere school wel cultuur. En dat precies de scholen waar deze belangstelling het grootste zou moeten zijn, omdat die leerlingen daar het meeste baat bij hebben, aan al die regelingen niet meedoen. En ik denk dat daar echt wel een wereld te winnen is. Ja, en dat is eigenlijk een illustratie ook van de problematiek die jij voor een deel schetst daarin. En daarmee zet jij een uitroepteken ook achter dat pleidooi, zeg ik dan maar even. Neem ik voor jou rekening. Want we gaan afronden. Dit is het einde van de middagshow. Niet het einde van de onderwijsdagen. Want er gebeurt nog van alles vanmiddag. Bijvoorbeeld de slechtste DIA-verkiezing, daar kun je meer over. Hè? Mensen, onderwijs gaat ook gewoon nog over PowerPoints en presentaties. Nou, daar kun je over leren, over serious games en over waar jij net het ook over had, over persoonlijk burgerschap bijvoorbeeld midden in de samenleving staan. Kortom, nog een heel interessant programma. En wij zijn er morgen weer met de middagshow. Dank voor het kijken, dank aan alle mensen hier in de zaal en dank aan alle gasten, Lisa, Edwin, Janneke, voor de deelname. Graag tot morgen.